Ik weet niet hoe jullie vergaat, maar ik irriteer me nogal aan dat hele formatieproces. En die gasten die dan uit dat kamertje komen van verkenner Plasterk. En die gaan dan vertellen wat er gebeurd is in dat kamertje. Nou. En die vertellen dan Pieter Omtzigtig helemaal niet. Want die staat er altijd al bij van ik weet wel wat goed is voor jullie en voor Nederland. Hè? Dat heeft hij een beetje over zich. Maar die staat er dan ook met zijn zagrijnig hoofd. Naar die verslaggevers te kijken. Ja. Maar wat is dat voor onzin allemaal? Ja, die arme parlementaire verslaggevers. Die daar een beetje geschoffeerd worden. Ja, want die vragen gewoon maar. Ja, die staan daar ook maar. En die krijgen geen antwoord. Totaal geen antwoord. Nee, het was een constructief. We hebben een constructief gesprek gehad. Oh ja. En Ook een goede sfeer. Oh, de sfeer was ook goed. Ja, maar dat hoeven we allemaal niet te horen. Nee, want wij hebben op jullie gestemd. Gewoon om ons te vertellen wat jullie daar zitten te wauwelen. Daar gaat het over. Ja, ik kan me er gewoon over opwinden. Ja, wat is dit voor onzin? En dan hebben ze het over, ja, we gaan het nu anders doen. Transparant en een nieuw bestuur. En boep, niks. Allemaal oude troep. Gewoon weer een beetje wauwelen onder elkaar. En we gaan jullie niks vertellen. Dat is hem weer, ja. Nee, we hebben elkaar gevraagd, hoe zit jij in de wedstrijd? Ja, hoe kijk jij tegen dingen aan? Nou, geweldig zeg. Ja, daar hebben we wat aan. Nee, hebben jullie het gehad over de wapens aan Oekraïne? Heb je het gehad over het klimaat? Heb je dat soort dingen besproken? Hebben jullie het gehad over het asiel? Hebben jullie het gehad over de armoede? En wat hebben jullie daar met elkaar besproken allemaal? Ja, het wel of niet uit de EU. Wat hebben jullie daarover gezegd? Dat soort dingen willen we gewoon horen. En niet die algemeenheden van, ja, we wachten het verslag af van de verkenner. Ja, dan wacht mijn tante ook wel. Dat snap ik ook wel. Dat we daarop gaan wachten. Dat hoef ik. Het is toch werkelijk te gek voor woorden. En jullie praten via die verslaggevers tegen ons. En je behandelt ons gewoon als een stelletje kleuters. Alsof we niet goed bij ons hoofd zijn. Alsof we allemaal de lagere school niet hebben afgemaakt. Wij willen gewoon weten wat daar besproken is. Punt. En daar hebben wij gewoon allemaal recht op. Nou, deze ergernis is er even uit.